Biotown. Hallo mensen van Biotown. Ik ben Rick van Serpent Gameplay en jij kijkt naar een nieuwe aflevering van Rick's Internet Avonturen. Rick's Avonturen. De vorige afleveringen van Rick's Internet Avonturen ging ik een beetje naar hele vage websites waar ik wel een afleveringetje mee kon vullen. Seksinformatie, Omegle, je kent het wel. En die sites raakten een beetje op. Ik had niet echt meer what the fuck sites waar ik echt een hele aflevering mee kon vullen. Dus heb ik hier een lijst met 17 kleine, schattige, leuke what the fuck sites. Die lopen we door. En dan zijn we gelukkig. Misschien, als ik in een goede bui ben, zou ik de link in de beschrijving zetten. Maar dat weet je nooit met mij. Oké, de allereerste is eelslap.com. Ik hoop dat er geen jumpscares tussen zitten, want die zuigen. Oké, hij is aan het laden. Dit is betoverend. Maar heb ik dit ooit al een keer gezien? Ja, dit is cool. Het is eigenlijk gewoon een filmpje. En je muis bepaalt dus waar je het filmpje afspeelt. Je kan hem gewoon stilzetten hier. En dan kun je dit doen. Paf! Dit is echt fantastisch. Dit is beter dan alles ooit in mijn leven. Dit is beter dan alles dat ooit op Biotown is gekomen. De man slaan met een eel. Next! Procatchinator.com. Oké, het zal waarschijnlijk iets met katten te maken hebben. Oeh! Loading a cat and buffering a song. Oké. Almost there. Oké, voor mij is het dus zo. Deze site is een leuke site. Volgens mij krijg je dus een willekeurige kat en een willekeurig nummer bij elkaar. What? Dat is super cool. Ja! Mijn leven! Oké, willekeurig kat, willekeurig nummer, dit is mijn leven. Wauw, goeie shit. Ik zal maar gauw weggaan, want copyright en zo. Pointerpointer.com, nummer 3, go! Finding pointer, please hold still. Ja, dit is fantastisch. Voor mij is het idee dat je beweegt met je cursor en dan vinden ze een foto die wijst naar je cursor. Dat is fantastisch. Oké, heb je daar nog eentje voor? Komt-ie? Ik heb geen idee hoe ze aan al deze foto's komen. Het zijn allemaal zwaar bezopen mensen en shit. Hey, lekkertje. Ik zet hem hier neer. Dit is echt de meest kansloze site ooit. Opeens kom je gewoon je ouders hier tegen. En jezelf. En alles is raar. Oké, hier eentje. Het is verslavend, jongens. Goeie shit. Oké, misschien als we hier in de hoek gaan zitten, vinden we nog iets super mega legendarisch. Oh, dat is wel cool. Dan wijzen allemaal mensen naar mijn cursor toe. Heyaheyaheya.com. Nou, drie keer raden wat hier gebeurt. Ik zal het niet te lang op laten staan, maar dit is natuurlijk fantastisch. Goeie shit. Boef, 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 ik ben een hond. Boef, 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 boef. Boef, 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 en boef, 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 boef. Falling.com. De no-no. Wow. Wat is LSD? Ik maak een LSD-grapje. LSD. L, geef me een L, geef me een S, geef me een D. Dit is vast vaag als je kilo's drugs op hebt. Ongeveer 2. Geluid. Aanwezig. Het is niet fijn om naar te kijken, kan ik je vertellen. Wow. Volgende site, die ken ik wel. Die gebruik ik namelijk zelf best wel vaak voor het studeren. Dat is rainymood.com. Wat rainymood.com voor je doet, is letterlijk gewoon geluid van regen. Het is echt super chill. Ik ben zelf echt een pluviofiel, heet dat. En dan ben je een beetje zelfs pedofiel, maar dan met pluvio. Dat is het regen. Dan ben je dol op regen. Regen is nice. Lekker op je zolderraampie. En dat is wat deze site doet. Ik combineer het vaak met muziek. Gewoon klassieke muziek. Wat lekkere country. En dan lekker zo'n beetje regen erbij. Een kop warme chocolademelk. Eén slap piemel. Aan te raden. Zeker aan te raden. Volgende site is no.com. Vooral .com gedeelte. Wauw. Oké, beste site ooit. Oh my fucking god, dogs.com. Wat zal dit zijn? Vast iets met honden. Hij was best schattig. Hond, hond, hond. Hond, hond, hond. Hond, hond, hond.
stront. TheQuietPlaceProject.com. Ik voel me helemaal zen met mijn innerlijke kruidentuin in mijn anus. Even lekker mediteren, masturberen, verteren. Dat zijn de favoriete terens van mij. Het is wel echt goede shit. Als ik niet een fucking Biotown video aan het maken was. Hanneke.net. Wow, dit is cool. Dit is echt van die shit waar ik echt lang naar kan kijken. Al die balletjes bewegen dus via een bepaalde logica. En je zou in principe zo'n compleet balletje kunnen volgen door het hele fucking spel heen. Dit is leuk, Hanneke. Lekker gedaan, Hanneke. Je had ook niks te doen vandaag, zeker. Volgende site is the nicest place on the inter.net. De naam is in ieder geval grappig. Ik zie een vrouw die lacht en niet verdrietig kijkt. We gaan erheen. Hou van me, mensen. Hou van me. En snel. Doei. Het is best wel cute. Kunnen mensen ook wat insturen of zo? Of hoe werkt dit? Is het gewoon een filmpje of? Oh, zo intiem. Met deze willekeurige persoon. Latertje. Waarom zijn er alleen maar dames hier? En een oude man. I love you. Nou, we kennen elkaar pas net, Suzanne. Jemig, rustig. Jemig zeg. Doei, ga maar weer weg. Jemig, ga maar weer naar je boyfriend Bob toe. Nou, jouw knuffels hoef ik niet. Die mag je houden. Fake and gay. Oh, deze man. Hier heb ik een knuffel van. Hé, hey man, speel je ook Minecraft? Wat doet hij? Speel je ook Minecraft? Ik hoef je knuffels niet meer. Nou, ik vind het wel een schattig dingetje. Als je een keer een middagje down bent, iedereen geeft je knuffels. Jij hebt van die stinky dreadlocks. Nou, ga weg met je stinky dreadlocks! Volgende site. Tolman.com/texter. Hartstikke mooi. Wow, is je strepen set? Kijk, tekst. Dit is cool. Banjo Town stinkt erger dan de meeste YouTube-kanalen. Wee, Banjo Town stinkt. Het is officieel. Dit is wel mooi hoor, zo. Mooi spiritueel stuk tekst. Dit is wat iedereen kan waarderen in de wereld. Volgende site. Oh my god, laserguns. Pew.com. Dames en heren, wat gaan we verwachten? Ik verwacht laserguns. Wow. What the fuck? Oh, ik ben deze gast. Hebben we nog een doel in de game, of? Ben ik gewoon een eekhoorn die laserguns schiet? Waar ging het mis in mijn leven? Volgende site! Mapcrunch.com! Geen idee wat dit is, maar ik ga erheen! Kaarten! Beste persoon, heb je nog wat leuks om te stelen? Aha! Deze gast is sowieso een dief. Kom hier, ik ga je betrappen. Oh mijn god, hij is onherkenbaar in beeld. Volgende site is anasomnia.com. Kom maar op. Gewoon een fucking app. Ik wil de app niet, ik wil gewoon het spel spelen. Ik wil gewoon dingen, ik wil gewoon website. Gaat iets me laten schrikken? Iets gaat me laten schrikken of niet soms. Oké, dit is creepy, ik ben weg. What the fuck is dit dan? Kom hier, kleine meisje. Ik kietel jou. What the fuck is dit dan? Ik ben bang. Dit is gewoon creepy eigenlijk. Ik ga gauw weg voordat ik niet meer kan slapen. Laatste site! Zoomquilte.org. Hallo, wat leuk. Wat is dit voor moois? Oh, dit is nice. Voor mij blijft dit gewoon inzoomen en dan blijf je weer nieuwe shit zien. Dat is nice. Hier kan ik goed op gaan op deze shit. Ja, dit is wat ik wil. Nee, toch, dit is toch leuk? Dit is toch leuk? Denk ik. Is dit leuk? Ja, is leuk. Dit is cool. Hier ga ik de komende middag even lekker naar kijken. Want dat is leuk. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Rick's Internet Avonturen. Volgende week een nieuwe Rick's Avonturen. Doe even een duimpje omhoog als je deze shit leuk vond. Misschien zet ik dus een linkje naar deze lijst in de beschrijving. Oh mijn god, kleine boskinderen. Tot de volgende aflevering van Rick's Avonturen. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat in de reacties een reactie achter. Tot de volgende week. Doei!